een nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor een productreview. En dit keer een eerste indruk van deze twee CC creams van IT Cosmetics. Dit zijn best wel hele bekende producten van dit merk. Blijken heel erg fijn te zijn voor iemand die niet van een te veel full coverage houdt. Maar wel van dekking met een mooie natuurlijke finish. En ik ben daar een groot liefhebber van. Dus ik ga in deze video een eerste indruk geven op hoe de producten mij bevallen. En of dat ik je ze zou aanraden. Dus ben je benieuwd wat ik van deze producten vind? Dan moet je zeker even blijven kijken. Ik heb ze dus gekocht afgelopen weekend in Düsseldorf bij de Douglas. In Douglas, Duitsland, hebben ze dus IT Cosmetics. Ik ken het merk niet heel goed, een beetje. Vooral van deze producten. Dit is de originele CC Plus. Dus dit is de You Skin But Better CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream plus Hydrating en Anti-Aging Concealer. En ook SPF 50 heeft deze. Dit is de normale eigenlijk. Toen is er ook nog een matte variant uitgekomen. Die heeft een turquoise kleur. En afgelopen jaar geloof ik kwam ook de Illumination uit. Dus dit is eigenlijk meer iets voor de droge huid. Een beetje een dewy look. Best wel een beetje natuurlijk een trend van het moment, noem ik het dan even. Dus daar hebben ze zich ook nog op aangepast. En ja, ik wil dus graag eigenlijk allebei testen. Ik heb bij deze dus besloten om een battle te houden welke ik er mooier vind en hoe dat ik de producten heb kunnen testen. Vooraf laat ik natuurlijk nog eventjes zien hoe de producten eruit zien. Vertel ik er nog kort even iets over. Dit is hoe de CC Creams eruit zien. Ze zitten dus beide in een tube. Je ziet hier de kleur doorheen. Ik verwacht niet dat dit de kleur is van het product zelf. Maar in dit geval zie je dus hier de kleur. Ook achterop is het te zien. Op de achterkant staan ook nog een aantal manieren hoe je mensen kan aanbrengen. Hoe dat je er het mooiste effect mee krijgt. Dat staat er dus allemaal op. Het lijken dus tubes. Het zijn dus pompverpakkingen. Wat ik eigenlijk persoonlijk wel fijner vind. Ik ben benieuwd of dat je deze dop eigenlijk ook kan losdraaien. Dat mocht het zo zijn dat er op den duur niks meer uitkomt. Dat je op die manier toch nog alle restanten eruit krijgt. Dat is dan weer het voordeel van een tube en een pompje in één. Dit zijn dus de doosjes en op de achterkant staan de ingrediënten. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar van hieraf tot en met hieronder, dit zijn alle ingrediënten die erin zitten. Dit is echt onwijs veel. Ze stoppen er ook heel veel skincare-achtige producten in bij IT Cosmetics. Daar staan ze een beetje onbekend. Ik heb uiteraard de ingrediëntenlijst een beetje doorgenomen, maar er zitten vooral heel veel natuurlijke producten in verwerkt, zoals bergamot, citrus, echt van alles. En het leek me nog wel leuk om even vooraf te vertellen wat IT Cosmetics precies belooft. In dit product. IT Cosmetics belooft dat het full coverage foundations zijn, een SPF 50 te hebben, zowel UVA als UVB bescherming. Een brightening color corrector, dus dat die ook een color corrector heeft. Er zit een hydrating anti-aging serum in, dat is bij beide het geval. Er zou een poreless finish primer geven, dark spot concealer en moisturizing day cream. Dus het is echt van alles in één. Ik heb hier de website van IT Cosmetics zelf en hier staan ook nog alle ingrediënten helemaal uitgeschreven. En zoals jullie kunnen zien, het is echt onwijs veel. Voor degene die hier geïnteresseerd in zijn, ik zal even een linkje in de beschrijving zetten naar deze website van IT Cosmetics. Dan kan je alle ingrediënten vooraf nog even doornemen. Ik denk dat ik er inmiddels genoeg over heb verteld, dus ik stel voor dat we doorgaan naar de review. Zo, hier heb ik dus beide CC creams. Ik wilde er eentje aan de ene kant van mijn gezicht aanbrengen en de ander aan de andere kant van mijn gezicht. Zodat jullie ook het verschil kunnen zien van deze twee, want er is dus verschillende varianten van de CC cream. En ook om te kijken welke kant ik eigenlijk mooier vind. Of dat ik die Illumination mooier vind of dat ik eigenlijk meer voor de normale ga. En beide kanten ga ik ook de kwast gebruiken van IT Cosmetics, het leuke hartje. Eerst ga ik nog even een primer opdoen. Ik gebruik deze primer in principe gewoon elke dag. Dus ik weet ook wat het effect van deze primer is. Hij zorgt wel voor dat ik iets meer glow krijg. Maar wat hij voornamelijk doet is dat hij een beetje de grauwheid uit het gezicht haalt. Nou, er wordt beschreven dat je 1 à 2 pompjes voor je hele gezicht kunt gebruiken. Dus ik neem aan dat 1 pompje voor 1 kant van mijn gezicht wel goed moet lukken. Dan heb ik momenteel op 1 kant van mijn gezicht, dat is aan deze kant, iets meer rode vlekjes. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. En het lijkt mij iets logischer dat de gewone iets meer dekking heeft. Dus dat wil ik even gaan testen aan deze kant. Illumination is ook wel dekkend, maar ik verwacht, omdat hij wat glowier is, dat hij iets meer sheer is. Dus die ga ik aanbrengen aan de kant waar ik iets minder onzuiverheden heb. Alsnog heb ik natuurlijk wel wat rode vlekjes, maar iets minder. En dan kan ik ook kijken in hoeverre die dekking geeft. Ik begin dus eerst aan deze kant. En dit is dus de CC cream. En zoals ik al vertelde zit er dus een pompje op. Dus ik doe 1 pompje op mijn hand. Het oogt best wel een beetje dikkig. Het is niet heel vloeibaar. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Ik weet ook helemaal niet hoe ik deze kwast moet gebruiken. Want bij de ene foundation kwast doe ik een beetje buffing bewegingen maken.
En bij de andere draai ik rondjes. Maar dat is natuurlijk met deze shape een beetje apart. Hij is natuurlijk ook helemaal nieuw, dus dan is hij ook wat stijver. Hij heeft best wel een hele sterke geur. Een beetje bloemig of zo. Oké, in principe heb ik nu één kant van mijn gezicht gedaan. Ik moet zeggen, ik vind hem nog steeds niet heel erg dekkend. Vooral op de plekjes die dus wat roder zijn. Vind ik niet dat hij heel erg veel gedaan heeft. Maar ik wil dus eigenlijk nog een klein beetje aanbrengen op de plekjes die dat wat meer nodig hebben. Dus ik ga nog een half pompje gebruiken. Dan ga ik me echt op deze plekjes focussen. Nou, ik moet zeggen, hij is best goed op te bouwen. Ik heb natuurlijk nog wel van die plekjes, maar ik vind ze wel een heel stuk minder zichtbaar. En voor een CC cream, voor echt een wat luchtigere foundation, vind ik hem inderdaad best wel heel dekkend. Ik vind dat hij mijn huid in ieder geval op camera best wel heel glad maakt. In het echt is dat ook wel, en ik storm me gewoon aan die plekjes. Het is gewoon jammer. Ik moet zeggen dat ik heel erg moet wennen aan de kwast. De shape is op zich al fijn, maar het is echt even wennen. Maar dat is sowieso heel erg in het begin bij een foundation kwast. Dus dat is ook wel even iets om rekening mee te houden. Voor de rest vind ik dat hij mooi aanbreekt ten opzichte van de andere kant van mijn gezicht. Ik zal het nog even goed laten zien. Dus deze kant heb ik wel gedaan en deze kant nog niet. En hier zie je dat mijn huid ook gewoon wat vlakker is. En hier is het net even iets, moet het uitleggen, iets glowier. Ik vind dat deze gewone CC Plus ook wel wat glow geeft. Dus ik ben heel benieuwd wat de Illumination dan nog meer doet. De dekking is best wel mooi. Ik denk als je er nu concealer overheen doet, dat ik eigenlijk best wel good to go ben. Dan hebben we nu dus de gewone kant gehad. Dan ga ik dus nu verder met de Illumination kant. Ik heb dus beide kleuren trouwens in fair. Ik weet niet of ik het al verteld had. Ik heb hier dus nu de Illumination kant gebruikt. En ik vind zeker wel zichtbaar dat dit wat glowier is. Ik weet niet of jullie dat ook opvalt. Ik vond deze al best wel glowy. Maar als ik dit ernaast hou, is dit nog iets gladder. Het valt me wel op als ik echt up close kijk. En dan vooral in de omgeving waar ik wat diepere poriën heb. Ik heb niet zulke hele diepe poriën. Hou daar wel even rekening mee. Maar als ik daarnaar kijk, dan oogt het wel iets grover. En dan in die zin heb ik natuurlijk nog geen poeder gebruikt. Zou ik in dit gebied nu wel echt willen gebruiken. Want ik vind anders dat het iets meer opvalt. Of dat dan ook echt aan de foundation ligt of mijn huid op het moment. Dat kan ik dan niet zo goed beoordelen. Ik vind de kant van Illumination heel glad, heel silky. Ik vind het niet te glimmend. Het is wel echt zo dat ik nu, je ziet gewoon dat ik nu iets op heb. Dus ik zou dit wel af willen poederen in ieder geval. En aan de andere kant is hij wat matter geworden. Maar nog wel gewoon op een mooie, subtiele manier. Ja, ik persoonlijk hou meer van deze kant. Ik hou er net even iets meer van als het iets meer een beetje gezonde glow geeft. Kwast is heel erg wennen. Ik denk vooral de shape is wennen. Haren zelf zijn super zacht. Maar je moet wel uitkijken dat je niet gaat strepen hiermee. Daar kwam ik af en toe wel eventjes achter. Maar ik wil deze wel iets langer kunnen proberen dan bijvoorbeeld de CC Plus creams. Daar een uitgebreide beoordeling op te geven. Want zoals ik al vertelde, als een kwast net nieuw is, is hij een stuk stroever, is hij een stuk stijver in de haren. Dus dan is dat gewoon heel erg wennen. Maar op het eerste gezicht vind ik het op zich geen verkeerde kwast. Maar of dit mijn ride or die foundation kwast wordt, dat ben ik nog niet helemaal uit. Ik moet trouwens wel zeggen, kleur is best wel goed. Hij is misschien een beetje aan de lichte kant. Maar daar kun je natuurlijk met een bronzer altijd wel verhelpen. Ik heb liever dat hij iets te licht is dan te donker. Want dan heb ik echt gelijk een oranje Oompa Loompa gezicht. En dat vind ik ook niet prettig. Nou, ik ga nu even kijken in de spiegel. Wat me in ieder geval opvalt is dat de Illumination kant iets matter is geworden. Door het poederen, of course. Maar het ziet er nog steeds wel gewoon lekker glowy uit. Ik vind het op camera er ook mooi uitzien. Andere kant is net even iets meer doorsnee. Ik vind vooral dat hij op deze plekjes een beetje indroogt. Dus voor de hele droge huid zou ik de gewone in ieder geval minder snel adviseren. Want ik vind hoe dat hij op mijn huid pakt. En ik heb een beetje een normale huid. Vind ik hem best wel een beetje hier en daar wat droog worden op sommige plekjes. Dus als je echt een droge huid hebt, zou ik hem afraden. En zou ik dan voor de Illumination kant gaan. Maar op zich, op mijn huid vind ik hem niet storend. Ik denk als je ook weer een highlighter aangebracht hebt, dat het geheel net eventjes weer wat glowier wordt. Nou, even genoeg over gewoon en glowy. Ik ga even de rest van mijn make-up nog doen. En dan ga ik straks jullie laten zien hoe het eindresultaat eruit ziet.
En ja, welke kant ik uiteindelijk mooier vind. En welke ik jullie dus zal aanraden of afraden. Zo, daar ben ik weer. Ik heb de rest van mijn make-up ook gedaan. En nu is het dus tijd om even te kijken naar het eindresultaat. Welke kant ik uiteindelijk mooier vind. Hoe dat ik de producten vind. En of dat ik jullie zou aanraden. Nou, ik heb er dus twee gebruikt. Deze dus aan deze kant en deze aan de andere kant. Ik vind in zijn geheel, als ik gewoon even totaliteit in de spiegel kijk, vind ik wel dat het zichtbaar is. Dat het een ander finish heeft. Voor de rest is het op zich wel hetzelfde product. En ik vond eerst dat deze minder dekkend was, maar als ik toch even het vergelijk, is het best wel vergelijkbaar. Dit is een wat bewerkbaardere finish. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld heel erg lang heel breed zou lachen, dan zou ik hier dus echt wel wat lijntjes erin krijgen. En daarom denk ik ook dat deze wat langer houdbaar is, omdat hij dus net even iets minder bewerkbaar is. Hij is net even iets steviger op de huid en dat, ja, dat verschil zie ik toch wel duidelijk. Ik denk dat het echt om smaak draait wat dat je mooier vindt. Ik hou best wel erg van een glowy geheel. Het ziet er gewoon net iets frisser uit, iets gezonder uit, iets gladder uit. Maar als je bijvoorbeeld totaal niet van het glowy bent, dan is er dus ook nog een optie. Deze is iets matter, maar nog wel gewoon mooi natuurlijk. Ik ben er zelf nog steeds niet helemaal over uit welke ik nou mooier vind. Dus daarom besluit ik bij deze dat ik beide gewoon zal blijven gebruiken. Ik ben er eigenlijk heel erg tevreden over. Ik heb wel het idee dat die iets oxideert in de zin van het product wordt naarmate die langer op mijn huid zit iets donkerder. En daar ben ik eigenlijk alleen maar blij mee, want ik vond het best wel aan de lichte kant. Ik ben dus ook heel erg benieuwd welke kant jullie mooier vinden. Of dat de Illumination kant is of de normale. Laat dat ook zeker weten beneden in de reacties. It Cosmetics is dus te koop bij Cult Beauty onder andere. Zo kan je het heel makkelijk online bestellen. En ik heb dus de kleur Fair. Dus mocht dat je een beetje dezelfde kleur hebben qua huidskleur als ik, dan is Fair de goede kleur. Dan was dit dus mijn review over de It Cosmetics CC Plus CC Creams. Deze wilde ik al heel erg lang testen. En na mijn bezoekje in Düsseldorf kon dat uiteindelijk. Dus ja, ik ben heel erg blij dat ik ze heb kunnen proberen. Ik ga ze ook zeker blijven gebruiken. Vond je nou een toffe video en heb je er iets aan gehad? Doe natuurlijk even je duimpje omhoog. Vergeet je niet om mijn kanaal te abonneren door op de rode abonneerknop te rammen. En ook lid te worden van de Shark Enemy familie. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag zondag weer met een nieuwe video. Tot zondag. Doei!